Premier Rutte, NAVO-oorlogshitsen nummer 1? Geachte heer Rutte, eindelijk kwam de aap uit de mouw. U bent beschikbaar als hoogste chef van de NAVO. In de propaganda is dat de Noord-Atlantische Defensie-alliantie in werkelijkheid een expansieve imperialistische oorlogsmachine, die onder het mom van veiligheid en internationale rechtsorde. Een reeks van lokale conflicten escaleert en maakt tot mondiale oorlogen. Een fantastische baan, secretaris-generaal van de machtigste vernietigingsmachine uit de wereldgeschiedenis. Spin in het web met de grote presidenten die gaan over de westerse militaire operaties. Die gaan over het lot van de volkeren, over leven en dood van honderdduizenden jonge militairen en burgers die worden geofferd in hun oorlogen. Op 8 juli 2023 trok u plotseling de stekker uit het Nederlandse kabinet. De wakkere critici wisten het toen al. Natuurlijk deed u nog wel even of het ergens over ging. De asielkwestie, dat ligt altijd goed bij uw VVD-achterban. Na jarenlang Europees beleid speelde u nog even de verdediger van de belangen van de gewone Nederlander. In werkelijkheid had u het allemaal gehad met die kindertoeslagschandaal en de irritante vragen van Pieter Omtzigt over een falende Belastingdienst. Ja, dat wist u natuurlijk ook wel. Maar hadden ze nou niet een ander baantje voor die man? Het gezeur over de stikstofproblematiek. Natuurlijk reed u ook liever 130 op de autobaan. En dan wilde die wappie parlementariërs ook nog eens een corona-enquête. Tja. Nu begreep zelf wel dat het hele burgerrechtenstelsel tot elastiek was gemaakt en er onder uw verantwoordelijkheid een coronadictatuur was ingesteld. Maar ja, dat was nu toch voorbij. We gaan dat toch niet evalueren. Kunnen die wappies nou niet gewoon eens een keer hun mond houden? U zag alle stront in die enquête al bovenkomen en denkt ik vertrek naar Brussel. En u heeft het helemaal gehad met dat forum en ook de SP, die als maar deurzeurde over referenda voor het volk. U heeft het vaak gezegd: u houdt niet van referenda en directe democratie. Democratie is voor u alles achter gesloten deuren afkaarten en dan het volk in een persconferentie vertellen wat er in de achterkamer is beslist. Democratie beslist. En betekent dat het volk eenmaal in de vier jaar naar de stembus mag en zich daarna keurig schikt in wat er in die achterkamer wordt besloten. En als ze dan ontevreden zijn, dan stemmen ze toch na vier jaar op een andere partij. Keuze zat tegenwoordig. Sommigen hoopten nog dat u echt bescheiden maatschappijleraar op een VM VMBO wilde worden. Ja, dat zou prachtig zijn. Een fantastisch idee. Hoe u die allochtone jongeren in de schildersbuurt gaat vertellen hoe het Israël-Palestina conflict in elkaar steekt. Ik hoor nu al het gefluit en het gejoel van achteruit de klas. Nee, dat was voor u allemaal niets. Het is de hoogste tijd Den Haag te verlaten. Op naar Brussel. Daar is een omgeving van ritselen achtergesloten deuren waar u zich als een vis in het water voelt. Uw Nederlandse premierschap. Is voor u alleen het voertuig naar een internationale topfunctie. Op 8 juli bood u uw ontslag aan, en enkele dagen later, toevallig op 11 en 12 juli, was de grote NAVO-bijeenkomst in Vilnius en maakte u de Westerse president duidelijk: ik, Mark Rutte, ben beschikbaar. U heeft het goed doorgerekend. 11 november verkiezingen, daarna nog een paar maanden demotioneer premier, en dan keurig met steun van de westerse media naar de topfunctie van secretaris-generaal van de NAVO. En mocht dat per ongeluk niet doorgaan, dan naar het voorzitterschap van de Europese Unie. Beide functies komen namelijk najaar 2024 vrij. U beloofde de Tweede Kamer dat u als demissionair premier over al die binnenlandse hoofdpijndossiers dossiers uw mond zou houden. Behalve natuurlijk over Oekraïne. Oekraïne is internationale politiek. Dat gaat over oorlog voeren met grote jongens. Daar wordt u opgewonden van. Dat moet uw toekomstige baan worden. Het Nederlandse volk en uw premierschap zijn alleen instrument voor uw ambitie om een grote oorlog voor vrijheid, democratie en rechtsstaat tegen Rusland te mogen voeren. U had het vorig jaar op 17 juni toch helder uitgedrukt. Deze oorlog is onze oorlog. We leveren de zwaarste wapens zolang dat nodig is, totdat Oekraïne de overwinning heeft. Davia. Ja, ja. Gingen u nog maar eens langs bij uw vriend in Kiev om hem nog wat extra F16 te beloven, waardoor hij de Russen op eigen grond een lesje kon leren en de oorlog escaleerde. Zelensky vecht eh, immers uw oorlog en die van uw vrienden. Natuurlijk heeft hij honderdduizenden jonge mannen geofferd die verminkt of dood liggen te baden in het bloed. Jonge mannen die massaal onder de grond worden gestopt. Natuurlijk zijn er talloze Russisch-Oekraïnse dorpen met de grond gelijk gemaakt. Daar wil je even maar niet aan denken. Evenmin aan het instorten van de Oekraïnse e economie, de creatie van een politiestaat en de miljoenen vluchtelingen naar Europa, maar ook naar Rusland. Dat is natuurlijk allemaal de schuld van meneer Poetin. Zelensky heeft lef en zijn houding getuigt van groot staatsmanschap en daarom bent u zijn vriend. Europa. Is een nieuwe zelfvernietigende proxyoorlog ingezogen en escaleert naar een totale hybride oorlog. Die is in uw tunnelvisie noodzakelijk. Met dictators praat je niet, want die moet je roemrucht overwinnen, zoals in de Tweede Wereldoorlog. In uw steile Calvinistische moraal moet je aan de goede kant van de geschiedenis staan en zware offers brengen. U heeft er een oorlog tegen Rusland bijna de gehele Nederlandse politiek en media achter u. Behalve dan een paar verdwaasde idioten op de dam. Met van die witte vlaggen. Maar, ja, ach. Die worden door de Russen aangestuurd en betaald. Dat heeft u toch zelf gelezen in het NRC, en dat is een prima kwaliteitskrant. Het NRC heeft u altijd gesteund met die wapenleveranties in die Oekraïnse oorlog. Die zijn fanatiek pro-NAVO, anti-Russisch en pro-militair industrieel complex. Die willen best een Nederlander als secretaris-generaal van de NAVO. En u bent de kandidaat. Ach, dat die demonstranten pro-Russisch zijn, gelooft u eigenlijk zelf ook niet. Maar voor het goede doel mag je de werkelijkheid best een beetje manipuleren. Dat heeft u zelf ook altijd gedaan. En u weet dat de kwaliteitsmedia daar professioneel goed in zijn. Je verzint een complottheorie en roept dan over je opponenten dat het complotdenkers zijn. En toen kwam de Hamas uitval op 7 oktober. Ach, u weet natuurlijk ook wel dat die Palestijnen zwaar worden onderdrukt en hun land militair is bezet. En er schijnt nog een apartheidsregime ook te zijn, maar daar hebben we het nu maar even niet over. U liet op 8 oktober heldhaftig de met bloed onderdrukking en apartheid doordrenkte Israëlische vlag op het binnenhof hijsen. Nederland staat verenigd achter Israël. Dat is natuurlijk een fictie, want maar 20% van de Nederlandse bevolking steunde het hijsen van die Nederlandse vlag. Maar u als doorgewinterd politicus weet hoe je de politieke werkelijkheid als voldongen feit manipuleert en de samenleving polariseert. Onder de leugen van zelfverdediging voert Israël in Gaza een slagpartij uit. Terwijl de massamoord op de bevolking met duizenden doden en totale vernietiging van de infrastructuur gaande is, reist u als toekomstige secretaris-generaal van de NAVO naar Israël. U laat zich daardoor oorlogspremier Netanyahu uw vriend noemen. U schudt zijn in bloed doordrenkte handen. Voor de media vraagt u om humanitaire corridors, maar u weigert Netanjahu te vragen om vrede. U weigert Netanjahu te manen tot een wapenstilstand. De allesvernietigende oorlog tegen Hamas moet met Nederlandse steun doorgang hebben. U bent geen man van vrede. U bent een man van de oorlog. In uw toekomstige wereldbaan wilt u de belangrijkste propagandist van de mondiale oorlog worden. Maar Nederland is veranderd en velen voelen empathie met Palestina. Voor de vorm mondt u wat politiek correct over twee staten in de verre toekomst. Palestina bestaat niet echt voor u. De erkenning van Palestina als soevereine staat heeft u jarenlang consequent bij de VN geblokkeerd. Voor 138 van de 193 landen is de staat Palestina een feit. Niet voor het oorlogzuchtige en escalerende Nederland. Wij spreken over Palestijnse gebieden waar het Israëlische leger stenen gooiende kinderen verwond en doodschiet. De algemene vergadering van de VN in New York stemde op vrijdag 27 oktober massaal voor een wapenstilstand in Gaza. Nederland onthield zich van stemming. Wij willen wel humanitaire pauzes, maar de Nederlandse regering steunt Israël in haar vernietiging van de stad Gaza en de massamoord op haar burgers. Het Joodse volk heeft de holocaust moeten ondergaan en zal zij nu een genocide en uitdrijving van de Palestijnse bevolking uit Gaza voltrekken, kijken Amerika, Nederland en andere haaflijnere landen een andere kant uit en kiezen met u in een hoofdrol. Wederom de foute kant van de geschiedenis. Vanuit Alternatief en de Andere Krant heb ik 42 van mijn artikelen, columns en interviews met 64 programmaverwijzingen over de Oekraïneoorlog gebundeld in dit boek. Tunnelvisies no over hoe realiseren we vrede in Oekraïne. En wanneer u een donatie geeft, dan steunt u Alternatief en wil ik u dit boek als welkomstcadeau aanbieden. U kunt het boek natuurlijk ook gewoon bestellen op de website Alternatief TV of bij 1500 Boekwinkels en Webshops. Verder geef ik lezing in het land en kunt u mij boeken. Hartelijk dank voor uw donatie.